en vandaag film ik even een heel lange shoplog. Ik heb nu al een shoplog sinds augustus misschien niet gefilmd. En ik heb een hele collectie nog thuis liggen dat ik eigenlijk nog moet filmen. Dus dacht ik van, ik zal hem eens filmen, want het is echt wel tijd. Het is een hoop van misschien 10 boeken. Ik hoop het leuk van en zal we snel eens beginnen. Ik ga eerst de boeken laten zien dat ik in de boekenbeurs had gekocht. Ik wou die shoplog al heel lang filmen. Maar die vergeet ik dus altijd te filmen, dus ik dacht ik zal er nu even aan beginnen en dan kunnen we er beginnen mee nemen voor iteratie 17. Dus het eerste boek dat ik heb gekocht in de boekenbeurs is The Graces van Laura Eve. Die heeft mij maar 10 euro per zaak gekocht. Ik was ook al heel lang bezig en ik dacht van ik zal die kopen daar, ik vergeet die te kopen. En dan zijn we zo 10 jaar achter en dan zei ik, oh ja, dus ik moest die van deze kopen. Dus, dat ging over een meid, iemand die bij een heksfamilie kwam en die wilde er meer over weten en zo van dingen. En ik kan er wachten om ermee te beginnen, maar ik kan ermee wachten voor in 2017 te lezen, want ik heb mijn doel bereikt voor dit jaar. En dan dacht ik van ik ga nu mijn examens focussen. En in januari na mijn examens begin ik terug met mijn marathon van boeken te lezen. Dus dit is het eerste boek dat ik heb gekocht en ik ga echt niet wachten om die te lezen. Het andere boek dat ik heb gekocht is een derde deel van een serie die ik al heel lang geleden heb gelezen, toen ik zelf in het middelbaar zat, dacht ik van ik ga hem nu eens eindelijk iets kopen. Dat ik eigenlijk heel blij kan lezen, want ik heb de filmversie van het eerste boek gezien en ik dacht, oh, ik moet echt terug lezen. En dat is ook de planning dat gaat gebeuren. En dit is het, deel 3 van de bijzondere kinderen van Miss Peregrine, de bibliotheek der zielen van Rimson Riggs. Dat is echt een massief boekje. Ik heb niet wachten om die te lezen, want oh my god, ik heb een film van gezien. Dat was super zalig, dus ik heb niet wachten om die boeken terug te lezen, om terug in die wereld te komen. En, oh, zo super. En ik vond die, ik heb die vaker in de boekenbeurs tegengekomen. Eén was 23 euro, en de ene was 19 euro. En deze was het goedkoopste in 1995. Dus ik dacht van oké. Dan deze koop ik. Ik heb dus echt letterlijk heel de boekenbeurs afgegaan voor de goedkoopste te zien. En dat is eigenlijk nu het goedkoopste gedeelte te zien. Dus ik was super blij om die te hebben bij mij. Oh, super leuk. En dan nog met die foto's ertussen. Echt. Ik kan niet wachten om terug in die wereld te zitten. Nog een boek dat er eigenlijk mee te maken heeft. En die is wel maar in het Engels. Plaats van in het Nederlands. Ik lees mijn boek normaal in het Nederlands. Maar ik denk dat deze boek waarschijnlijk niet gaat vertaald worden de komende jaren. Dus ik dacht ik zal die in het Engels kopen. En voordat ze ook de covers gaan veranderen voor het Nederlands, dacht ik, ik kan de Engels gekomen, The Tales of the Peculiar van Rimson Riggs. Dat is zo die extra novel dat vrij recent is uitgekomen. En ik dacht, ik kan die daar kopen. Ik vond die super zalig, die is super schoon. En zie die binnenkant. Allee, zie die binnenkant nu eens. Dus ik dacht van ja, die gaat met mij mee. Ik vind die super zalig. En ik heb er wacht om die eigenlijk te lezen ook. Maar eerst deel 3 lezen en dan ga ik met deze sowieso ook aan beginnen met dicht. Oh, dat is gewoon zo schoon voor in de kast. Zal die een achterkant, die roze. Dat is gewoon echt super zalig. Ik ben blij dat ik die nu met kast heb liggen. Van de boek dat ik heb gekocht. En dat is niet meer in de boekenbeurs. Dit is geen boekenbeurscollectie meer. Maar ook de NCI, jullie weten het wel, dat we om het kwartaal zoveel boeken, alleen een boek moeten bestellen minstens. Van 750 denk ik. Ik weet niet of dat die regel er nog is, maar ik koop altijd meer dan één boek. Dus dat maakt eigenlijk voor mij niet uit. Dus deze was een boek dat ik heel lang wou uitlezen. Ik heb de eerste 11 delen van die serie uitgelezen. Nu heb ik een deel 12 ook al gelezen, maar ik dacht, ik zal dat bij mijn wrap-up meer voorlezen. En dat gaat over Verlost van de Huis van de Nacht serie van PC Kess en Kristen Kess. En ja, die heeft al een ezeloortje, sorry, die heeft bij mij heel lang op mijn nachtkastje gezeten. En s'avonds, als je weer geen zin pakt, dan kom je er zo tegen. En dat vind ik zo spijtig. Maar ja, liever dat ik de ezeloortjes geef dan iemand anders natuurlijk. Ik was blij dat ik hem ook eigenlijk heb gedaan in die serie. Is eigenlijk eindigen. Maar ik kan er wel meer informatie geven bij de wrap-up zelf. Yay. De volgende boek is ook van een trilogie, denk ik, dat ze ervan willen maken. Het is in ieder geval 2 boeken al uit. En ik wou die ook al heel lang hebben, maar het is eigenlijk nu in het Nederlands verteld. Ik dacht, ik zal die nog mee bestellen, samen met mij Verlost. En dat is Het Hof van Dorens en Rozen van Sarah J. Maas. Ik wou met deze serie eerst beginnen in plaats van de Throne of Glass serie. Gewoon omdat deze meer mijn stijl is direct. En ik wil sowieso de Throne of Glass serie ook wel beginnen, maar dan niet in het Nederlands natuurlijk.
Maar ik dacht, ik zal eerst met een deze beginnen, want deze gaat over Belle en de Beest blijkbaar. En dat is zo mijn favoriete sprookje, allee, mijn favoriete Disney-verhaal. Disney-prinses, allemaal, dat is echt mijn perfecte. Dus ja, 2017 ga ik ook de Beauty and the Beast in mee. Emma Watson, oh, ik kan er echt niet wachten. Dus ik dacht, ik zal die willen lezen en dan kan ik met die serie ook beginnen. En dan, oh, ik heb echt niet wacht. Ik zit er ook kaart op oploop voor januari 2017 om eigenlijk eens terug met mijn boeken te beginnen. Want ik vind het nu wel moeilijk om geen boeken te lezen. Maar weet je, het is tijd genoeg om dan met de juiste boeken te kunnen beginnen. Even kijken mijn volgende kwartaal ook al vlak op meekijken. En dan zijn er ook nog eens 3 boeken erbij. En oh, ik zelf, ik kan echt niet wachten. Ik ga binnenkort ook mijn To Be Read series opschrijven. En ik ga die proberen live met jullie te doen. Dus op video. Dat is ook mee kunnen volgen welke series ik ga willen lezen voor 2017. En deze is ook 2 boeken van de andere trilogie die ik zeker wil lezen in 2017. En dat is deel 1 en deel 2 van de selectieserie van Kira Kess. Dus deel 1 selectie en deel 2 de elite. Deze boeken wou ik ook al heel lang. Als je weet, ik heb deel 3 tweedehands kunnen kopen. Dus ik dacht, ik kan deze 2 ook kopen en dan ga ik eindelijk eens beginnen lezen. Het kan zijn dat ik die zelf in de kerstvakantie al begin, want ik ben eigenlijk echt keihard aan het kopen voor deze serie. Want ik hoor zoveel goede dingen, dus alleen waarom zou ik er zelf niet mee beginnen natuurlijk. En dat laatste boek dat ik heb gekocht was ook over een serie dat ik al heel lang heb eigenlijk gehoord. Zeker van Elle Fowler bij haar literatuurvideo's. En dat was The Jewel van Amy Ewin. Dat is ook een soort verhaal van rijkdom en zo. En ik wou die heel hard ook lezen. Het is ook in de stijl van de selectie, uiterlijk. Dus ik kan niet wachten om die te lezen. Ik heb ook de cover gezien van het tweede boek dat in januari uitkomt, geloof ik. En die waren echt van, die moeten echt in mijn kast liggen. En die spagens is gewoon zo perfect voor mijn kast. Dus, oh, echt zalig. Ik kan echt niet wachten. En dit waren de boeken dat ik wil lezen in 2000. Amai, dat zeg ik na weer. En dit zijn de boeken die ik de afgelopen maanden heb gekocht. Ik hoop ze leuk vonden. En tot de volgende. Doei!